Daisy hier. Vandaag gaan we een wat eenvoudiger kaartje maken. In die zin dat we geen interactieve dingetjes gaan doen. We gaan lekker met wat producten van Kraftlab, wat nieuwe en wat oudere, aan de slag. En ik denk dat het wel echt ontzettend leuk weer gaat worden. In de hoofdrol van ons kaartje staat natuurlijk ons nieuwe girafje Lucas. Die is te verkrijgen onder nummertje CCLFRCD764. Dus echt een schatje. Ik ben fan van giraffen. Ik denk de leukste dieren in de dierentuin. En ik ben dus heel erg blij dat dit vriendje is uitgekomen. Daarnaast gaan we deze oudere mal erbij gebruiken. Dat is de Circle Love van Kraftlab. En die heeft als nummertje CCLESCD469. Hier op de achterkant kun je hem ook goed zien. Hiervan vind je ook meerdere video's nog op mijn kanaal. Dus kijk ook vooral eventjes rond als je het leuk vindt. En bij de giraf van Lucas, bij onze giraf genaamd Lucas, hoort dit leuke kleine mini paperpadje Stand Tall. En die heeft allemaal leuke kleurtjes waarin je dus allemaal girafjes kunt maken. Dat is echt heel tof. Hier op de achterkant kun je ook nog even alle kleurtjes zien. En deze heeft als nummertje CCLESPP128. Deze nieuwe stencils komen uit onder Kraftlab. En dat is een heel tof alfabet met hele grote letters. In het totaal zitten alle letters verspreid over 2 A4 stencilvellen. En het woord of het teken van de N zit er ook bij. En je kunt deze letters allemaal netjes eruit knippen. Dan kun je zowel dit gebruiken. Hier zie je het ook. Hier heb ik de letters eruit. Dus de R bijvoorbeeld. Dan kun je weer lekker met inkt op gaan werken. Kun je gebruiken. Maar je kunt dus ook deze letters tekenen. Zowel de binnen- als de buitenrand als je eruit hebt gehaald. Kijk, dan ziet dit er zo op deze manier uit. Nou, als je een heel scherp potloodje hebt, kun je ze erin laten zitten. Maar beter gaat het als je ze eruit knipt. Oké, het nummertje hiervan heb ik even niet bij de hand, bedenk ik me nu net. Ik heb hem zonder verpakking. Maar die zal ik ook nog even in de beschrijving erbij zetten. Het nummertje van de nieuwe stencils van het alfabet. Want die gaan we zeker ook gebruiken hierin. Nou, ik leg even de spulletjes aan de kant en dan gaan we van start. Even kijken. Ik heb als basis even een vierkantje genomen. Die heb ik nog niet laten zien. In deze video in ieder geval. Eerder wel al. De Stitched Square. Een van mijn favoriete mallen. Ik vind hem echt super fijn. Het is gewoon een hele toffe basis. Je hebt er heel veel mogelijkheden mee. En die Stitched Square die heeft als nummertje CCLESCD761. En voor dit kaartje gebruik ik alleen de allerbuitenste vierkant. Dus dat ik gewoon een mooi netjes gestans vierkantje heb. Dus de allerbuitenste mal hiervan. Nou, die heb ik even gestanst uit het paperpadje Sneeuwmeel. Ik weet eigenlijk niet zeker of die nog verkrijgbaar is. Ik vond dit kleurtje zo leuk en ik had hem nog liggen. Dus ik denk ik ga hem nog eventjes erbij pakken. Het nummertje van dit blokje is CCLFRPP86. En hij heet Sneeuwmeel, ook van Creative Kraftlab. Deze gaat weer even terug. Zo, dus dat is mijn vierkantje. Nou, ik heb die Circle Love, die ik juist liet zien, heb ik uitgestanst gewoon uit wit papier. En die wil ik graag hierbij gaan verwerken. Hij komt niet in het midden deze keer, maar gewoon een beetje bovenin naar de randen toe. Dus zowel de buiten- als aan de bovenkant. Zodat ik hier lekker veel plek heb. Want ik wil namelijk die alfabet stencil gebruiken. Nu heb ik al wat voorbereiding gedaan. Ik heb namelijk de letters al netjes getekend en uitgeknipt. En het woordje hugs komt hierbij. Dus die wil ik hier op gaan verwerken. Deze letters gaan we zo meteen nog wel lekker bewerken hoor. Want ik vind ze zo even zoals ik het niet wil hebben. Dus we gaan ze nog een beetje pimpen. Hugs, het woordje. En die komt hier dan. En dan vond ik dat wel heel erg leuk. Past dus bij die Circle Love met die hartjes. En die gaan we hier dus lekker op verwerken. En dan wil ik hiernaast
een staand girafje gaan maken. Nou, ik wil eerst de letters gaan bewerken en ik heb nu eventjes de stresskleurtjes erbij gepakt. Omdat ik dacht dat deze kleur heel mooi matcht met dit papiertje. Vandaar dat ik hiervoor heb gekozen. En ik heb een roze kleur erbij gepakt. Ik vind het leuk om lekker contrasterende kleurtjes te gebruiken die we dadelijk gaan blenden met elkaar. Dus ik ga de letters hier even eraf pakken. En die gaan we dus zo lekker met inkt verwerken. Dit gaat even aan de kant. Pak ik even wat borsteltjes erbij in de goede kleurtjes. Een roze en een, ja, wat is het? Niet echt groen, maar een beetje tielkleur borsteltje heb ik er maar van gemaakt. En dan gaan we lekker wat kleur aanzetten op de letters. Ik vind het altijd wel heel erg leuk om kleuren te laten verlopen en te mengen met elkaar. Dus dat gaan we nu ook doen. Ik vind het prettig om mijn inkt op mijn glasplaat te doen. Ik gebruik de glasplaat van Studio Light. En dat is heel makkelijk omdat je en je handen vrij hebt. Plus zo kan ik precies beter doseren wat ik oppak. En nog een voordeel is dat ik gebruik bijvoorbeeld één borsteltje voor al mijn roze kleuren. Dus het is niet dat ik een roze tint in een ander inktpadje doe, zeg maar. Die zit altijd gewoon, als je het op je glasplaat doet, komt dat gewoon altijd helemaal goed. Nou, ik begin met de laatste letter. Dus we gaan even niet zoals we het normaal doen, maar lekker even anders. En dan ga ik eerst die groenige kleuren ga ik aanzetten. En ik doe die niet helemaal tot de helft, maar gewoon lekker aan de onderkant. En ik ga eigenlijk even proberen dat ik die andere even hoog ongeveer doe. Dus dat komt niet helemaal precies, maar een ongeveer, zeg maar. Dus leg je hem er gewoon zo naast. Zo. Die letters zijn echt mega tof. Ze zijn heel groot. Vooral hoog. Ze zijn wat smaller, maar wel lekker hoog. Dus je kunt er echt wel hele leuke, toffe dingen mee doen. Zo, de haar nog. En dan pakken we de roze kleur zo meteen erbij. Zo, en dat gaan we ook niet helemaal boven doen. Ik laat hem een beetje lichter uitlopen. Ik ga hier dus zorgen dat hij blendt met het groene. Dan krijg je een beetje paars kleurtje erdoor. En dan ga ik hem wat uit laten lopen. Naar wat wit toe, zoals ik hier ook doe bij dat steeltje. Ga ik hem hierboven ook naar een steeds wat lichter. Zo. Ik denk dat ik hem zo leuk vind. Maar als ik het dadelijk op mijn kaartje leg, dan kan ik het altijd net iets beter zien of ik het ook echt blij mee ben. En anders kan ik hem nog wat aanpassen. Je kunt hier ook een doekje voor gebruiken om hem even vast te houden. Dan krijg je minder snel vingerafdrukken eigenlijk op je papier. Wow, dit wordt vet. Grappig hè, dat je daar zo blij mee kan worden als je gewoon lekker een beetje inkt op je papier smeert. Tenminste, ik heb dat wel heel erg. Zo. Dan wil ik een beetje naar lichter. Zo. Ja, dit wordt wel tof. En die knalt er dus ook eigenlijk best wel erg uit, zeg maar. Maar ik ben nog niet klaar met de letters hoor, want ik wil nog iets doen. Ik wil nog iets toevoegen eraan. Je mag die een beetje meer blenden. Ja, zo vind ik ze vet. Nu wil ik met een stempeltje wat hartjes op mijn letters gaan stempelen. Dat vond ik wel eigenlijk heel erg leuk. Dus ik heb dit stempelsetje erbij gepakt. En die heet Hooray. Het nummertje hiervan is CCLFR Stamp 261. En ik ga eigenlijk alleen dit mini hartje hiervan gebruiken. Je kunt ook confetti of zo er nog op doen als je wil. Maar ik vind alleen het hartje eigenlijk voldoende. En ik denk dat ik dat ga doen gewoon met zwarte inkt. En ik zeg heel voorzichtig ik denk, omdat ik dat wel een beetje spannend vind.
Want ergens denk ik, oeh, zou ik lekker die groen doen? Maar ik vind deze zwarte inkt gewoon het mooiste afdrukken eigenlijk. Ik moet even een doekje erbij pakken, zodat ik mijn inkt even eraf kan halen. Zo, een droge en een natte doekje. En dan kunnen we even de ondergrond schoonmaken, zodat we weer lekker verder kunnen. Zo. Kijk, hoppa, het is ook zo schoon. Even een babydoekje erover en klaar. En een keukenrolletje. Zo. En dan is mijn ondergrondje weer mooi schoon. Oké, ik wilde hier dus gewoon lekker hartjes op gaan stempelen. En dat ga ik willekeurig doen. Dus niet in een verband waarin het terugkomt, maar gewoon lekker willekeurig wat hartjes erbij, omdat het kan. En je ziet het, ik vind het ook leuk om daar soms halve hartjes te doen. Dus die niet helemaal erop staan, dat vind ik gewoon leuk uitkomen. Je kunt ook kiezen om ze alle kanten op te draaien. Hè? Dus je kunt ze zelfs op de kop zetten. Nou, dat ga ik niet doen. Maar het kan wel. Dus kun je gewoon lekker zelf maken wat je leuk vindt. En dan krijg je dus superleuk gepimpte letters. Nou, je kunt het natuurlijk met heel veel verschillende soorten stempels doen. Net wat je wil. Dus het is maar net hoe creatief dat je zelf bent. En wat je hebt liggen, gebruik daar ook lekker allemaal dingetjes bij die je hebt. Dus die letters versieren kun je natuurlijk met alles doen. Dus dat is gewoon hartstikke tof. Zo, ik denk dat die haar genoeg is voor mij. Alhoewel ik misschien eigenlijk wel ook hier zo daar zo nog iets wilde. Daar vond ik hem een beetje kaal. En hier ga ik dan proberen om het niet op dezelfde plekken te doen als op die letter daarnaast. Ik vind dat zelf leuker als dat gewoon een beetje speels is. Maar doe dat vooral zoals je het zelf mooi vindt. Het is jouw creatie. En er is geen goed of fout. Oh, nou zie ik dat ik die bijna op dezelfde plek heb. En op dezelfde dingen. Maar ja, nou ja. Zo zie je dat soms gebeurt het toch zoals je het niet wil. Kan ik het heel mooi vertellen. Zo. Nou, die was ook niet helemaal mooi afgedrukt. Ook dat maakt niet uit. Hè? Laat het los. En ga gewoon lekker door met je creatie. Ik zit hier bijna van alles op de grond te gooien. En onderdelen die ik zo meteen nog nodig heb. Minder handig. Zo, gaan we hier weer lekker door. Dus het wordt echt gewoon een lekker zoetsappig kaartje eigenlijk. Mag best ook. Als je iemand lekker wat liefde wil sturen, en dat is altijd een goed idee, dan mag dat ook best wel een beetje zoetsappig zijn. Zo. En door. Nou, ik ben eigenlijk ook wel heel erg benieuwd wat jullie van dit toffe alfabet vinden. Het is wel even wat prutsen met tekenen en knippen, maar ik vind hem echt ontzettend leuk. En je hebt er ook weer heel erg veel mogelijkheden mee. Ah, cute. Ik wil er nog eentje voor de helft. En dan gaan we naar de laatste letter zo meteen. En dan gaan we eens even kijken of ik het ook eigenlijk wel mooi vind als het dadelijk op mijn kaartje komt. Want dat is nog even de vraag, hè. Of dat we dat wel leuk uit vinden zien eigenlijk.
Zo, een half hartje aan de onderkant. Vond ik ook wel grappig. Zie je dat dat ook leuk is als je dat dus laat verspringen, hè? Dat je soms een keer een halve doet, dan weer een hele. Dus het mag best. Alles is goed. Niets is fout. Zo. De onderkant van een hartje. Zo. Nou, bijna. Zijn jullie al verveeld ondertussen? Of afgehaakt? Hoop ik niet. Want ja, die Lucas, die maakt het natuurlijk wel echt helemaal cute dadelijk, hè? Ik zal hier aan de onderkant van die S nog even de bovenkant van een hartje doen. En dan... zo. Hopskee. En dan is dit stukje klaar. Ik zal meteen dat hartje even terug doen voor ik die kwijtraak. En daar vind ik hem veel te leuk voor. Ik hou ervan. Hè. Gewoon zo kleine onderdeeltjes van stempels. Dat kan je creatie wel echt helemaal leuk maken. Dus kijk daar ook gewoon lekker vaker tussen. Tussen je stempeltjes wat je kan gebruiken bij je kaartjes. Dat is gewoon hartstikke leuk. Goed. Ik heb dit weer even. Pak ik er weer even bij. En dan gaan we die letters hier even opleggen. Oh, ik vind het heel erg tof. En ik denk ook dat ik deze met een foamtapeje dadelijk op ga plakken. Zodat hij wat meer diepte krijgt. Dan denk ik dat ik het helemaal heel vet ga vinden. En ik moet natuurlijk oppassen dat hij een beetje verder naar de zijkant gaat. Want als ik dat niet doe, dan past mijn giraffe er dadelijk niet meer bij. Zo. En ik denk dat ik dit maar eens even vast op ga plakken. Want wat vast zit, raak ik in ieder geval niet meer kwijt. Dus dat is wel altijd heel erg prettig eigenlijk. Die cirkel die ga ik ook opplakken. En ik denk dat ik hem hier aan de onderkant gewoon met lijm doe. En daar met een stukje foam tape. Even dat erbij pakken wat ik zojuist benoemde. Lijm. En dat beetje foam tape, dat doe ik gewoon maar aan 1 mm stukjes onder hoor. Dat is net een klein beetje verhoogd. Dus dan doe ik hele smalle strookjes, knip ik eraf. En dan kan ik dat daar mooi onder plakken. Zo. Hopskee. Zo gaan we eventjes wat plekjes dus ondersteunen met die foamtape. Zodat dat net iets hoger komt te liggen dan je andere papiertje. En dan vind ik altijd wel erg leuk als mijn kaartje wat diepte krijgt. Moet ik hem even een stukje afknippen. Shiva. Ik denk dat Shiva denkt dat sportcode hoort. Kan ook echt zo wezen. Oké, zoals ik dus zei. Meestal gaat ze ook blaffen als ze andere dingen hoort. Maar nu was het echt de postbode. Dus ik moest even gauw rennen naar beneden. En toen was hij al weg. Had hij dat pakketje in de brievenbus gepropt. En toen kreeg ik hem er niet meer uit. Dus ik moest even worstelen. Maar gelukkig zit er een stop en een playknop hier op mijn telefoon met filmen. Dus dat betekent dat ik gewoon hem even op stop heb gezet. En weer op play, zodat jullie eigenlijk er niets van merken als ik er niets van zou zeggen. Nou, ik ga de onderkant hier eventjes met wat gewone lijm plakken, zoals ik al zei. De bovenkant heb ik dus voorzien van die 1 mm foamtape. En dan... ga ik deze cirkel hier op mijn kaartje verwerken. Zo.
Zo. En hier ga ik hem dus gewoon even aandrukken. Niet te hard. Die lijm die er onderuit komt, kan je gewoon wegdeppen hoor. Dat droogt eigenlijk transparant op, dus dat komt helemaal goed. Dan wil ik dus die letters erop gaan doen. En die ga ik wel even op de goede plek leggen, maar nog even niet vastplakken. Ik kan er wel al wat foam onder doen, zit ik nu te bedenken. En dan wil ik het liefst gewoon eventjes die 2 mm. Pak ik even die stripjes, want vind ik zelf wel makkelijk. Dan hoef ik niet alles kleiner te gaan knippen. Het zijn best wel smal die letters, dus dan komt dat gewoon in één keer goed. Op deze manier. Zo. Kijk, en dan kan ik ze zo meteen alvast op de goede plek gaan leggen. Zodat ik zo meteen... Hopskee. Zodat ik zo meteen het op mijn kaartje kan gaan werken. Jo. Nu heb ik even klutshoofd. Ik zat zo lekker in mijn project en dan word je door de bel eraf gehaald. En dan ben je even van je apropos, zullen we maar zeggen. Zo. Maar we gaan door. Het wordt een leukie en een cutie. Nou, en nogmaals, mocht je iets zoeken, iets speciaals zoeken. Ik heb natuurlijk ontzettend veel video's gemaakt met de artikelen van Kraftlab. Dus kijk eens rustig rond op mijn kanaal, hè. Sommige kun je weer in een ander thema gieten. Ik heb natuurlijk ook heel veel interactieve kaartjes of leuke ideetjes met diverse mallen uitgewerkt. Die je dus ook weer in een ander thema kunt gebruiken. Dus mocht je nou denken van, oh ik wil eigenlijk, vind ik dat wel een leuk kaartideetje, maar ik hoef geen Sinterklaaskaart. Nou, dat kan je natuurlijk ook maken voor Pasen, of voor een verjaardag, of voor Valentijn, of noem maar op, hè. Dus probeer dat ook eens. Dus dan heb je echt weer veel meer mogelijkheden en nog veel meer inspiratie waarschijnlijk hier op mijn kanaal. Zo. Dus deze kan er ook bij. Oké, deze wil ik eigenlijk iets hoger zo. En dan als ik ze goed heb liggen, ga ik even mijn giraf ontwerpen. Nee, in elkaar maken. Maar dan kan ik even zijn positie beter bepalen, zeg maar. Ik vind het altijd fijn als ik een diertje maak om die aan te passen aan het kaartje wat ik heb. Dus ik maak meestal ook niet zoveel diertjes in het vooruit. Dit is hoe het komt en dit vind ik wel echt heel erg leuk. Nu heb ik van Lucas het girafje. Ik zal hem er even bijpakken. Dat is makkelijker, denk ik. Heb ik zijn hoofdje uitgestanst. Die zie je hierboven. En ik heb zijn lijfje, zeg maar zijn staande lijfje, heb ik uitgestanst. Dat is dit deel hier. En wat hij daarbij ook stanst, is nog een klein onderdeeltje. En dat is zijn staart. Dus dat is ook wel makkelijk om te weten. Oh. Ik had hier een papiertje waar ik alle onderdeeltjes op had gelegd. Maar die zijn al intussen met al dat bewegen van mij een beetje afgevallen. Ik pak hem er even bij. En ik heb ook zijn gezichtje. Dat gezichtje, dat zit hier, zijn oogjes. En die heb ik eventjes nog erin gelaten. Hier op de achterkant van dit zwarte papiertje zit de krafttape van Studio Light. Die krijg je op zo'n dikke grote rol. En dat plak kun je dus op je papiertje erachter doen. Zodat je dus de oogjes en zo, als je die eruit haalt zo meteen, dat die meteen plakt. Dan hoef je alleen het beschermlaagje nog eraf te halen. Dus dat werkt echt gewoon heel erg prettig. Ik ga eerst even zijn snuitje ga ik opplakken. Dat vind ik zelf eigenlijk een makkelijke volgorde. Voor ik dat doe, ga ik eerst eventjes met een blending tool. Een rode blending tool heb ik. Daar zit altijd nog wat inkt aan bij mij. Ga ik even over zijn snuitje heen, zodat hij wat blos op zijn wangen krijgt. Ik vind dat dan echt nog cuter eruit zien. En wat ik normaal niet doe, maar wat ik eigenlijk nu had bedacht om eens te gaan proberen, is om ook een beetje dat rode in de oortjes te laten gaan, zeg maar, te doen. En dan in de bovenkant en de binnenkant. Want ik denk, eigenlijk ziet dat er ook wel leuk uit als dat wat
roder is aangezet. Dan krijg je net wat meer diepte, zeg maar, in je e-poppetje. Dus in dit geval in de oortjes. Dus het is maar dat er een beetje zit. Ik doe er ook echt niet heel veel. Maar gewoon net een klein beetje vind ik gewoon leuk. Nou, dan kunnen we dat vast erop gaan, achter gaan plakken. Oh, hier, achter deze gaatjes, zeg maar, van zijn snuit. Daar doe ik een donker stukje. Ik vind dat zelf erg leuk. Je kunt ook de lichte gewoon hier opplakken en het lichte deel doen. Ik vind het gewoon mooi om daar een donker stukje achter te plakken. Vind ik er leuk uitzien. Op deze manier. Wel even zorgen dat hij niet uitsteekt bij je snuitje, want dat is natuurlijk minder mooi. En je snijmatje niet helemaal ondersmeren, want dan kan ik altijd heel erg goed. Nou, ik moet zeggen, dat is wel iets wat ik altijd heel goed schoon hou. Want ik vind het heel vervelend als er allemaal lijm of inkt aan mijn volgende kaartje komt. Of aan een stukje waar het niet moet zitten. Dus dat probeer ik altijd wel meteen helemaal schoon te maken. Kijk, en dan kan je zo dat snuitje zo op je hoofdje plakken, zeg maar. Dan gaan we de oortjes, die gaan we erachter plakken. En dan vind ik het makkelijkste om hier aan de achterkant even wat lijm te doen. En dan die oortjes erachter te plakken zometeen. En dan ben ik dus heel benieuwd of dat ik dat rood zich ook echt heel erg leuk vind. Ik denk het wel. Zo. Hopsakee. Kijk, dan zit hij zo in elkaar. En ik vind het dus wel heel leuk dat er net een klein beetje kleurverschillen in zitten. Nou, ik weet niet of je het op de camera goed kan zien. Maar ik ken het echt in ieder geval wel. En eigenlijk denk ik, ik kan die letters beter wel even erop plakken. Want als ik dadelijk dit girafje helemaal leuk heb en ik ga de letters dan optillen. Kijk, want ik dacht, deze gaat hier zo meteen staan. En misschien dat ik hier nog een beetje gras wil, maar dat weet ik nog niet zeker. En dan zijn koppie. Doe ik zo een beetje zo ervoor. Dat vond ik wel heel erg cute. Nou, dan moeten natuurlijk nog beentjes aan en vlekjes op. En oogjes enzovoort enzovoort. Maar ik ga eerst even hier mijn letters opplakken. Dat is toch misschien wel een beetje makkelijker eigenlijk. Zo. En ik wil dat eigenlijk ook nog proberen een klein beetje recht op te plakken. Zou mooi zijn. Zo, daar is de S. En dan zie je dus ook, die letters zijn heel groot. Maar je hebt echt wel heel leuke mogelijkheden op je kaartjes. Dus dat is wel heel tof. En ik heb nu dan gewoon de kleinste letter gepakt en dan enkel. Dus zonder laagje erachter of zo. Maar daar heb je dus ook echt heel veel mogelijkheden nog mee. Oh, nog niet vast, zei ik. Nee, zei ik niet, maar dat bedoelde ik wel. Nou, zo zit hij denk ik wel ongeveer gelijk. Het hoeft ook niet helemaal precies, precies. Next. Grappig hè, ik doe het gewoon lekker tegen de keer in. Maar dat komt omdat ik wil daar zoveel mogelijk plek over hebben voor mijn girafje. Dus vind ik het makkelijker om aan deze kant te beginnen. Dan weet ik ook dat ik goed uitkom met mijn letters. Ik denk dat hij zo weer goed zit. En dan doen we nog de laatste. De H, die komt er nog bij. Zo. Gaan we hier nog daarnaast maken. Zo. Nou, hartstikke leuk. Die zitten vast. Die gaan nergens meer naartoe. En dan ga ik nu mijn girafje eerst even leuk afmaken. Want ik wil natuurlijk dat haar oogjes opkomen. Nu heb ik een knipoogje en een gewoon oogje. Ik vind het wel heel erg cute als die knipoogje krijgt. Dus ik ga één gewoon oogje ga ik doen. En één knipoogje.
Hier ga ik hem een beetje losmaken, zodat dat oogje dadelijk zo netjes eronder kan gepiept worden. En normaal doe ik dat altijd met mijn wakstoel, maar ik heb nu die krafttape erop zitten. Dus dan kan ik het beste even een pincetje gebruiken. Nou, Studio Light heeft voortaan een uitbreiding van de basistools, dus ook een pincetje. Dat vind ik echt heel erg fijn. Want ik gebruik die en de wakstoel en dat soort dingetjes gebruik ik altijd echt graag en veel. Oh, ik moet even de wakstoel er ook bij houden, denk ik. Want ik moet dit een beetje open houden, zodat mijn oogje hieronder geschoven een klein beetje kan worden. Ik vind dat leuker dan dat dat helemaal los staat, zeg maar. Oh, kom op. Er zit precies dat papiertje van die neusgaatjes, zeg maar. Die steekt daar. Dus daarom kreeg ik mijn oogje niet goed eronder. Maar de aanhouder wint, zullen we maar zeggen, hè? Kijk, dat beschermlaagje, dat kan je er gewoon afdoen met de achterkant bijvoorbeeld van je wakstoel. Die heeft een scherp puntje. En dan kun je hem zo eraf halen. En dan kun je meteen eigenlijk ook positioneren. Dus even kijken waar je hem hebben wilt. En dan kun je hem daar gewoon makkelijk aandrukken. Zo. Ik doe meteen even de witte accentjes waar ik ze hebben wil bij mijn giraf. En dat is er niet op veel plekken. Dat is een oogje wil ik. Zo. En ik wil sproetjes op zijn wangen. Zo, op deze manier. Zo. Oké, dan gaan we door. Want we hebben nog twee beentjes. We hebben nog een staartje. Ik weet eigenlijk helemaal niet of je die daar dadelijk gaat zien. Staartje, want deze komt een beetje zo eronder. Nou, dat weet ik ook niet zeker. Kijk, en dan wilde ik deze. Dus een beetje zo. Oh. Ik twijfelde ook nog over dat gras, hè? Weet jullie nog wat ik net zei? Ik zet deze wel even op de grond. Anders vind ik het een beetje raar, want dan zweeft hij. Zo, dat je wel nog wat van de haar kan zien. Anders kan je het woord niet meer goed lezen. Dat vind ik ook jammer. Maar zo lijkt het net of dat die giraf de letters zit te knuffelen. Ik heb hier nog twee pootjes. Die komen hier in de hoek vandaan. En één pootje is er voor hier zo aan de voorkant te zetten. En die andere is er daarvoor. Nu is het makkelijker om eerst eventjes de hoefjes erop te maken. Want als je die natuurlijk erachter plakt, dan moet je daar helemaal achter zitten prutsen. Vind ik niet praktisch. Dus ik ga eerst die hoefjes erop doen. Doe ik eigenlijk gewoon een klein beetje lijm aan de onderkant van die pootjes. Doe ik dit nou goed? Ja, dit doe ik goed. Dus even kijken of ik nou de goede kant van mijn hoefje had, van mijn beentje had gepakt, zeg maar. Zo. En dat ga ik dus met die wakstoel, pak ik even die hoefjes. Die zitten hier in dit onderdeel, zit bovenaan het pluimpje van de staart. Zitten er vier hoefjes en dan nog twee cirkeltjes die komen aan de bovenkant bij het snuitje. En die hoefjes, die kun je gewoon erop plakken. Nou is dit volgens mij net niet helemaal het goede stukje. Heb ik weer. Je ziet het eigenlijk vanzelf hoor. En als je hem dus niet meteen aandrukt, kun je hem nog oppakken. Hij schuift. Zo. Zo zit hij. Dat is het breedste hoefje. Deze past wel gewoon goed. Dan hebben we hier nog een bredere. En nog een smallere. Die hebben we hier. Zo. En dan heb ik zijn beentjes. Heb ik. Nou, die wil ik er natuurlijk even onder plakken. Dus ik neem zijn lijf weer even mee. Ga ik hier even een beetje lijm op doen. En hier ook. Zo. Zodat ik dit erbij kan plakken. En dan gaat deze
hier aan de voorkant erbij. Even kijken, want dan mag je best zo'n stukje zien. Zo. Zijn lange benen. En zijn achtste pootje komt hier zo erbij. Even kijken, daar ongeveer. Zo, zijn been en zijn poot. Nou, wat is het nou, hè? Voor mij heeft hij het gewoon allebei. Zo, en zijn staart. Dat is dus het kleine stukje wat bij zijn grote lijf zit, zijn staande lijf. En de pluim zit dus bij die hoefjes, hè? En ik ga het staartje meteen even er ook aanmaken. Ik denk dat ik toch om dat vierkant dadelijk nog een wit randje of zo ga zetten. Dus dan is dat wel leuk als die een staart krijgt. Zo, en dan krijgt hij het pluimpje nog erop. Zo, kijk. Nou moet ik alleen nog vlekjes. En dat ga ik eigenlijk ook gewoon willekeurig doen. Ik kan wel wachten en eerst een kopje erop zetten. Maar ik ga gewoon die vlekjes even doen. Dus ik ga hier her en der ga ik een dotje lijn doen. Zodat ik wat vlekjes kan gaan plakken. Kijk ik zo meteen of ik nog wat meer erbij wil doen. Nou, die vlekjes die vind je hier in het hoekje hierboven. Dat zijn dus allemaal verschillende vlekjes die je zelf kunt kiezen waar dat je ze hebben wil. Dus dat is ook gewoon lekker naar eigen inzicht gebruiken. Hops, oké. Blijf zitten. Hij wilde het met mijn waxpuntje mee. Zagen jullie dat? Hier wil ik nog een wat grotere vlek. En dan laat ik dat weer een beetje zo verspringen. Dat vind ik zelf wel leuker eruit zien. Zo. Ah, wat een cutie. Wacht, ik doe even een wat kleiner vlekje. Dat vind ik leuk, want ik wil dadelijk op mijn hoofdje wil ik ook nog wat leuke vlekjes. En er mag ook best een groter vlekje bij zitten. Zo. Hij is schattig, hè? Kijk, en hier moeten nog die twee dingetjes dus op zijn kop. Ik weet eigenlijk nog steeds niet hoe die heten. Maar goed, mag de pret niet drukken, hè? Je kunt niet altijd alles weten, zullen we maar zeggen. Drie puntjes, want ik heb nog drie vlekjes over. Je kunt hem natuurlijk ook vaker stansen. Hè? Als je meer vlekjes wil maken, dan gewoon lekker doen. En dan stans je hem gewoon vaker uit, dat stukje. Kijk, maar ik vind dat dus zelf heel erg prettig om dan die wax tool daarvoor te gebruiken. En dan kun je het dus heel makkelijk oppakken en op je dotjes lijm zetten. Deze ligt op zijn kop. Moet hij wel even goed omliggen eerst. Anders kan ik hem natuurlijk niet oppakken zo. Zo, daar gaat hij. Zo, zijn hoofdje is klaar. En zijn lijfje is klaar. Dat betekent dat hij erop kan. Jee. Ik zet hem op de grond. Ja, ik twijfelde nog over de grasje. Maar ik denk dat ik het niet ga doen. Zijn kopje mag wel wat hoger, zei ik. Die haar moet ik gewoon goed kunnen zien. Zo vind ik hem wel echt, echt enorm leuk. Nu moet ik alleen gaan beslissen of ik dus een grasje doe, ja of nee. En ik twijfel. Bij twijfel altijd doen, hè. Dus ik denk dat ik hem even ga stansen. Ik gebruik daar de borderstand van voor Creative Craft Lab. Met het nummertje CCL-ESCD-388. En ik ga die even stansen uit een groen papiertje. Nee, die is niet lang zat. Ik had precies hier een groen papiertje liggen, maar die was niet groot genoeg. Dat zul je altijd zien.
even doorzoeken naar een ander groen papiertje. En dan heb ik dat zeker niet meer. Ik heb wel deze kleur. En ik denk eigenlijk dat het wel cool is bij mijn kaartje. Dus ik ga die gewoon doen. En dan moet ik even kijken. Hoe om ligt die? Zo. Zo om moet ik hem hebben. Eigenlijk kan die gewoon. Zo. Over die kant zo. En dan daar een heuveltje. Ik denk dat ik hem zo ga pakken. Want hij hoeft ook niet super hoog te zijn. En dan ga ik hem eventjes door mijn stansmachine heen halen. Die heb ik hier naast me staan. Oh, ik zal even een stukje afknippen. Anders past hij er niet goed tussen. Een klein momentje. Dat had ik natuurlijk weer niet klaar liggen. Zo, daar gaat hij. Goed is gestanst. Ja, daar is die. Kijk. En eigenlijk denk ik dat dat wel echt heel grappig is aan de onderkant zo. En wat ik zelf het mooiste vind, is als je dat vierkant wat hier hebt gestanst, dat je die hier ook uit het stans nog een keertje. Dus uit het gras, zodat je precies gelijk de vorm hebt. Dus dat ga ik ook even doen, want dat vind ik gewoon een mooiere afwerking van mijn kaartje. Even kijken waar mijn... Oh, dit mag even hierbij. Zo, anders ben ik het eigenlijk allemaal kwijt. Dat moeten we natuurlijk niet hebben. Oeh, zo ziet hij er best wel raar uit, mijn giraf, hè? Gekke houding een beetje. Lijkt het een beetje meer op een ander diertje. Even kijken. Nou, ik ga dat gras ga ik dus stansen. Ik doe heel even een tapeje erop zetten. En dan heb je dus die, net precies die vorm van je vierkant erin. Nou, ik vind dat wel heel tof. Dus dat doen we gewoon. Tja, even iets langer wachten nog. Heb ik er voor over. En nou zit ik te twijfelen of ik dat nog dadelijk een beetje zal aanzetten met wat inkt. Of dat ik het niet ga doen. Moet ik zo even kijken hoe ik het leuk vind. Die hartjes bijvoorbeeld, die heb ik hier ook nog bewaard. Dus die zou ik ook nog bijvoorbeeld in roze of in een ander kleurtje terug kunnen laten komen daar. Hè? Kijk, dit gras komt hier zo erop. Met een 2 mm. Vind ik wel echt heel leuk. En ik ga daar geen inkt aan doen. Waar heb ik dat velletje met die smalle strips? Dan hebben we ook precies dezelfde hoogte. Dat vind ik wel leuk. En denk er nu even aan dat je dus goed netjes naar beneden plakt. Als je wat hoger plakt, zit je dus over je letters heen zo meteen. Dus dat is niet echt praktisch. Zo. Op deze manier... Komt dat gewoon goed. Kijk, en dan kun je hem dus netjes met die vorm die eronder zit precies mee plakken. En dan past het perfect. Zo, de giraf nog erbij. Ja, helemaal leuk. Kijk, nou komt zijn kopje dus ook iets hoger. Dus nu zie je de haar ook iets beter. Oh, hij moet wel een beetje... Of zal ik hem... Zal ik hem gewoon zo eroverheen doen? Dat is misschien ook wel leuk. Helemaal erover. Maar dan knuffelt hij niet meer de H. Eigenlijk zitten mijn letters iets te ver. Zo ga ik hem doen. Maar ik ga hem er wel gewoon achter plakken. Want dat was mijn plan. Dus deze ga ik met een dunne foamtape ga ik hem opplakken. Dan lijkt het gewoon alsof hij knuffel heeft. En dat vind ik gewoon leuk. Je zou maar een knuffel krijgen van een giraf. Wat tof zijn, toch? Nou, hij steekt wel iets uit. Dus dat betekent dat ik sowieso zeker een wit randje erom ga doen. Deze ging daaronder. En deze. Ik wil wel dat ze hier zijn hoefjes een beetje ziet. Want dat vind ik leuk. Zo.
op die manier. En dan zijn koppie. Die gaat er zo bij. Heb ik hem nog te ver eronder geplakt. Ha! Hij is niet met mij eens, die giraf, hoor. Moeilijk, moeilijk allemaal. Want dan vind ik dat die haar te ver wegvalt. Onder zijn kop. Oh, en een vlek is gaan schuiven. Nou, hij wil echt niet. Hij wil gewoon dat ik hem met rust laat, denk ik. Die giraf. Niet die haar, maar die giraf. Zo. Nog een poging. Die vlek even eerst terug op. Kijk, zijn voetjes staan nou wel buiten het gras. Maar dat kunnen jullie beter, toch? Jullie houden er natuurlijk rekening mee dat die S iets dichter weer naar die lijn gaat. Hè? Dat heb ik dus niet gedaan. Maar ja, alle fouten die ik maak, hoeven jullie niet meer te doen. Kijk, zijn koppie, die komt zo erbij. Oh, hij is te cute. Hij moet zo een beetje zo. Ja, komt goed. Gaan we doen. Kijk, en dan zijn koppie. Die doe ik dus wel met een... hoe heet het? Een 2 mm tapeje. Zodat hij dus wat naar voren komt te liggen. En dus echt een knuffelgiraf is. Want het kan prima. Giraf. Knuffelt. Kijk. Oh, daaronder moet ik ook nog een stukje tape zetten, zie ik al. Anders dan stort zijn hoofd daar een beetje in. Dat vind ik een beetje zonde. Dus hier bij zijn oor. Even een beetje prutsen. Kijk, dat is beter. Oh, kijk nou wat een cutie. Kijk, en nou zou je dus die hartjes zou je nog in een kleurtje kunnen doen. En daar weer in kunnen plakken. Ik denk dat het wel leuk is als ze een beetje roze zijn. Zullen we dat gewoon eens even doen nog? En dan laat ik die weer uitlopen van roze naar wat wit. Gewoon omdat het kan. Vind ik leuk. En dan zetten we die daar met een 2 mm foamtapeje. Plakken we ze weer terug daarin. En dan zit daar ook lekker wat diepte in. Dan komt die roze kleur een beetje terug. Ik vind dat wel mooi. Nou, je zou daar natuurlijk ook nog een stempeltje bij kunnen stempelen eronder met nog een tekst die bijpassend is. Als je dat wil. Ik laat hem gewoon zoals die zo meteen wordt. Ik vind dat genoeg, alleen Hux. En ik vind hem dan ook druk genoeg. Kijk, ik pak die dikkere foamtape nog even erbij, zodat ik die hartjes gewoon lekker terug kan plakken. En dat die een beetje omhoog staan. Dat vind ik echt wel heel erg leuk, denk ik. Hier ook nog. Zo. Even het beschermlaagje eraf. En dan. Zo. En dan kan ik zijn die hartjes erop gaan plaatsen. En dan puzzel ik hem er natuurlijk wel een beetje dat het ongeveer aan het midden zit. Ongeveer. En die zit dan iets hoger dan je cirkel. Volgens mij zijn dit dezelfde hartjes ongeveer die eruit komen. Kijk, helemaal leuk. Die zou je ook nog lekker met wat glitter in kunnen smeren. Dat vind ik eigenlijk ook wel leuk. Zo. Oh ja. Kijk nou wat een cutie. Ik zei al, ik ga hier nog even een wit randje omheen maken. Dat vind ik zelf wel mooier. Ik pak even wat papier erbij. Want anders vind ik hem hier wel ver buiten vallen, zeg maar. Dus ik ga dat witte randje... Kijk, dat doe ik... Kijk, als alleen zijn oortje en zijn staartje wat uitsteken, vind ik het prima. Maar niet verder, alsjeblieft. Dus, wat ga ik doen? Even kijken hoe ver die hier uitsteekt. Een halve centimeter zelfs. Wow, dat is ver. Dus dan ga ik een hele centimeter erbij rekenen. Dus ik meet even dat vierkant op. Even die gras aan de kant en zo. Dan gaan we zo meteen wel weer op.
Dus ik ga dat vierkantje meten en dan een hele centimeter erbij tellen. En hij is 14,5. Dus dan wordt hij 15,5 bij 15,5. En dan past hij mooi onder mijn kaartje. Dus die snij ik even op maat. Vijftien en half. Kijk. En dit ga ik hierop plakken. En ik denk gewoon plat. Gewoon plat erop. En kijk, nou valt dat voetje nog wel een beetje buiten het gras. Maar niet meer zo erg. En dat zijn staartje en zijn oortje uitsteken. Dat vind ik helemaal prima. Dat mag van mij. Heeft hij toestemming voor die Lucas. Zo. En dan komt hij dus zo, hoppatee, erop. En dan heb je toch een mega cute kaartje. Nou, dat kan altijd. Je kan altijd iemand een knuffel sturen. Dat is altijd een goed idee. Ik vind hem dus echt helemaal leuk. Ik ga hem nog heel even close-upen. Ik hoop dat jullie hem ook weer leuk vonden. En ik zou het super leuk vinden als je weer een reactie plaatst op mijn video. Een duimpje is altijd heel erg leuk. En je mag ook altijd mijn video's delen. Vind ik super leuk. Nodig je hobbyvriendjes uit. En vergeet je vooral ook niet te abonneren op het kanaal. Zodat je altijd een melding krijgt bij een nieuwe video. Wens ik jullie een hele fijne dag. En tot de volgende weer. Doei doei!